Hey, hou jij je wel eens bezig met online privacybescherming? Af en toe. Ik persoonlijk niet echt. Minder dan ik eigenlijk zou moeten doen. Jazeker. Op sommige vlakken wel. Meestal probeer ik wel op cookies te letten en zo. En niet alles te accepteren meteen. Maar ja, hele privacybeleiden, die scroll ik meestal wel meteen door. Jazeker. Mijn vriend doet ICT-richting. Dus die zegt nog wel eens dat ik er beter op moet letten. En waar moet je dan beter op letten? Nou, als ik mijn e-mailadres heb, van dat ik dubbele wachtwoorden heb en betere beveiliging en dat je via een app kunt inloggen, van dat je dus codes in moet vullen voordat je overal bij komt. Ik verander af en toe mijn wachtwoord, maar voor de rest ben ik er niet heel erg mee bezig. Ik hou vooral gewoon rekening met wat ik online plaats en ook foto's. Zoals als je het hebt over bijvoorbeeld social media kanalen, heb ik het bijvoorbeeld vergrendeld en accepteer ik alleen bekenden. Ik ben natuurlijk wel bezig met hoe ik mijn Facebook en zo bescherm van mensen die binnenkomen of Instagram. Dus ik heb niet alles openstaan. Zodat ik dan zelf wel kan bepalen wie welke content van mij te zien krijgt. Ja, ik heb wel eens ook op Jinek, daar was een keer Daniel, die reportageman over rondom ICT-bescherming en zo. Over van, we beschermen ons huis met een sleutel en online zetten we onze deur wagenwijd open. En nou, daar ben ik wel een typisch voorbeeld van, ja, dat je dan dat niet goed doet. Hey, en als je nou bijvoorbeeld achter je laptop zit te werken en je loopt even weg, of sluit je hem dan af, of dek je je webcam wel eens af, dat soort dingen? Nee, ik vertrouw toch op de mensen om me heen, denk ik. Ik neem hem altijd mee. Ik laat niet mijn laptop ergens liggen. Daar heb ik niet genoeg vertrouwen voor, denk ik. Ik heb een nieuwe laptop gekocht, omdat ik het inderdaad eerst niet had. Ik heb nou een schuifje dat ik hem dicht kan doen. Want in coronatijd hadden we natuurlijk online les. En ik had een oude laptop en daar kon het niet op. Dus heb ik hem uiteindelijk afgeplakt met een plakbandje. Ik hoor van veel studenten, hè, dat ze er eigenlijk niet zo heel erg mee bezig zijn. Hoe komt dat nou? En wat zou je eraan kunnen doen om dat bewustzijn wel zover te krijgen? Ja, we zijn natuurlijk een beetje nonchalant. Als in, we leven een tijdperk waar we zitten constant op ons telefoon. We zijn er zo mee opgegroeid. We zijn er ook een beetje blind voor. En natuurlijk, we krijgen wel eens van die spotjes op tv. Dan denk je er wel eens over na. Alleen, hoe je dat bij ons teweeg kan brengen. Ja, als je misschien echt de gevaren ervan goed laat zien. Ik denk dat het een keer mis moet gaan.